Hey. We gaan weer overnieuw beginnen, geloof ik. Zo te zien aan het klokje. Maar goed. Ik weet niet. Ik dacht dat ik hem op pauze had gezet. Want misschien hebben jullie het gehoord. De telefoon ging. Anders begin ik gewoon nog even opnieuw te vertellen. Ik heb deze kaart gemaakt. Niet een idee van Pinterest. Maar ik zag deze... dat uithangbord met die paal voorbij komen. En toen dacht ik, nou, is wel eens leuk om weer te gebruiken. Goed, dus ik heb genomen een donkergroene kleur. Het is de olijfgroen van linnenkarton. Niet te verwarren met de olijfgroen van Cardeco karton. Verder heb ik dus dit achtergrondpapier genomen. Uit de blokjes van Studio Light. De Woodland Winter. En de cirkels en de plaatjes heb ik gemaakt met de stansen van Nelly. De nieuwe serie, de grote serie. Dat is deze. En ik heb hiervoor gebruikt 1, 2, 3, 4, 5, de zesde maat. Voor de mat. Even kijken. Ja, die moet hier naartoe. De zevende maat voor de achtergrond en de vijfde maat, of de achtste maat voor het plaatje. Plaatjes komen van de knipvel van Barto Design. Zijn verschillende afbeeldingjes, allemaal andere kleuren. Nou, en verder ga ik hem aankleden met een stukje ribbelkarton. Dat heb ik op een maat gesneden voor deze stans van Tim Holtz. Dat is uit een set van Tim Holtz van vier verschillende stansjes. We hebben deze. We hebben deze. Deze zit erin. Die kom je ook heel vaak tegen op Pinterest. En een soort honingraad zit erin. En die vond ik wel leuk. Dus die heb ik door de machine gedraaid. Samen met het ribbelkarton van Joy. En dan krijg je dus een beetje dit effect. Ik heb met gesso de randen een beetje aangezet. Dat heb ik dus op mijn eerste kaart niet gedaan. Eigenlijk een beetje vergeten. Dus ik denk, nou, dan doe ik het bij de volgende wel. Dan spreekt het iets meer. Ik zal maar vast beginnen met opbouwen. En de rest komt wel als ik bezig ben. Ik kies deze keer voor het lijm in plaats van tape. Want dan gaat het iets sneller. Nou, je hebt niet zo gek veel tape nodig. Oh ja, vergeet ik nog te zeggen. Ik heb alle randjes beïnkt met de Distress Inkt. De Mini. De Vintage Photo. Ga ik dus alsnog even doen. Ik ben nou niet met mijn Distress Tool er langs gegaan. Dus misschien had ik dat wel kunnen doen. Want dat is natuurlijk ook wel leuk. Dan krijg je een beetje ruw randje. Maar ik ben de hele morgen al bezig geweest om een klein beetje kleurtjes en papiertjes bij elkaar te zoeken. Nou ja, dat weet iedereen. Daar gaat de meeste tijd in zitten. En dan vergeet je nog wel eens wat anders. Maar kijk, dat is deze. Dan heb ik dus het dessertpapier gesneden op 12,5 bij 12,5. De kaart is dus 13,5 bij 27. De witte mat is 13 bij 13. En dit dessertpapier 12,5 bij 12,5. Zo. Dat gaan we ook even met lijm doen. Ik zit wel in beeld, geloof ik, hè? Aardig. Ja, ik ga nou niet meer aan die camera zitten hoor. Dat doe ik dan wel. Ik moet even iets vinden dat hij goed vast blijft zitten. Want hij wipt steeds los. Even kijken. Als ik hem nog even neerzet. Ik moet hem weer vastplakken. Goed. Dat is dat. Dit zit erop. Dus, nou krijgen we dat stukje ribbelkarton met het honingraad idee. Dat doe ik weer even met mijn flesje
met hobbylijm het flesje met de speld. Ik gebruik dus de flesjes van Nelly. En dat bevalt goed. En je hoort dan wel eens vertellen dat de spelden gaan roesten, maar deze speld roest echt niet. Alleen je moet wel zorgen dat je hem niet kwijtraakt, want doe je er een gewone speld in, die roest wel, heb ik gemerkt. Maar deze roest dus absoluut niet. Ik doe de speld weer even terug. Zo. Nou, dit zit al allemaal. Verder heb ik dus de verschillende cirkels gesneden, zoals je ziet. En ik heb dus hiervoor een donkerbruine genomen. Op die donkerbruine komt een witte. Dat gaan we vast doen. Wacht even, deze. Nou, ik neem wel even de grote fles. Zo, er zit dezelfde lijm in. Zo. De camera staat nog steeds goed, zie je het? Juist. En die cirkel ga ik dus hierop. Nee, die plak ik niet rechtstreeks op, maar met wat siliconenkit. Met 3D-kit. Even kijken waar mijn spuitje is. Oh, hier is mijn spuitje. Dat gaat dus met 3D-kit. Want dan kun je er altijd nog wat onderdouwen. Wat van takjes of zo. Zo. En die leg ik heel luchtigjes hierop. Zo'n beetje. Nou, deze gaat weer even dicht. Want anders dan droogt die uit. Even van mijn vingers af. Verder heb ik dus al het uithangbord gestand, zoals je ziet. En de draagarm, zal ik maar zeggen. En we hebben hier dus een paar takjes van Marianne Design, van de nieuwe, en de kersttak. En nou ga ik dus met mijn sponstokje een klein beetje overheen. Niet te veel, een klein beetje, dat het erge witte er een beetje af is. En dat doen we ook hier bij de draagarm, zoals ik hem maar noem. Zoals je ziet, ik dep niet eens meer in de inkt. Dit is al genoeg. En dit is dan het uithangbord. Daar ga ik ook een klein beetje overheen. Zodat het erge witte een beetje weg is. Ik heb het niet gedaan achter het plaatje. Bewust niet. Plaatje zelf. Ik neem nu deze met die boom. Doe ik wel een beetje. Zo. Nou, dit kan dus verder weg. Zo. En, nou, dit is ook zover klaar. Dus dit kan ik even wegruimen. Dan gaan we hier naartoe. Nou, ga ik eerst dus de draagarm opplakken. Ook weer met een klein beetje lijm. Dat is juist zo fijn, hè, van die flesjes. Je hebt maar heel weinig nodig. En ik doe hem dus hier bovenin. Zo hoog mogelijk. Verder heb ik een tekstje gestempeld. Dat ga ik dus nu ook doen. Voordat ik het uithangbordje eraan vastmaak. Even kijken, waar is mijn tool? Mijn stem, oh hier. Hier is mijn stemtool. En ik zal eerst even mijn flesje dicht doen. Want ik zie dat de lijm eruit loopt. Even kijken, waar is mijn doekje? Ik had een zo, dan is die weer schoon. Mijn flesje even dicht. En ik leg het uithangbordje hier even in. Zo, ik zet het even aan deze kant vast. En ik heb een tekstje genomen
van de stempelset van Joy. Van deze. Stempelset 6410 schuine streep 0111. En daar zit dus op lieve kerstgroetjes. Dat vond ik wel aardig, want het is maar een klein vlakje wat je kunt gebruiken. En ik heb hem een beetje uit het midden gedaan. Ik neem ook weer de Distress inkt. Zo, om in de kleur te blijven. Lieve kerstgroetjes. Ja, dat is goed zo. Nou, even een babydoekje erbij. Een billendoekje. Zo. De stempel schoon. Ik berg hem altijd weer meteen op. Zo. Nou. Dat is gebeurd. Dan halen we hem eraf. Hij gaat ook weg. En ik plak het uithangbordje alvast op. En dat doe ik ook met een klein beetje 3D kit. Zo, een klein beetje. En zoals je ziet, zit hij half over dat rondje, over de mat. Daarom komt nu pas het plaatje erop. En heb ik het zo gedaan, vandaar dat die tekst een beetje links op het labeltje zit. En dan kan het plaatje erop, en dan kun je nog net die tekst lezen. Lieve kerstgroetjes. Ik zou hem nog ietsjes op moeten schuiven. Maar ik kan hem niet te veel opschuiven. Zo. Nou, en nu kunnen we dus het plaatje ook opplakken. Zo. Verder heb ik dus deze takjes gemaakt. Die knip ik los. Deze knip ik los en ik knip hier een stukje vanaf. En omdat je hieronder nog ruimte over hebt, althans dat had ik wel, ja, schuif ik dus het takje eronder. En het andere takje schuif ik eronder. Zo. En dit takje gaat ook even een klein stukje vanaf. Dat gaat aan deze kant eronder. Zo. Nou, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Nou zat er op het achtergrondpapier van deze kaart, stonden hier een paar sterretjes. Hier aan de bovenkant. En toen dacht ik, nou, ik heb misschien nog wel een oud stickervel met sterretjes. Dus ik ga even een paar sterretjes opplakken gewoon. Het staat wel aardig. Zomaar willekeurig. Vier stuks. Nou, in dit geval doe ik er drie. En ik heb, even kijken, waar heb ik de doosje neergezet? Hier, vlak voor mijn neus. Dat zijn steentjes van de Hotfix. En ik heb hier een pick-up tool van Nelly. Pak ik dus een steentje mee op. Maar ik moet hem even omkeren. Nee, ik heb niet de goede kleur, geloof ik. Nee, ik moet eventjes een andere kleur hebben. Ik heb donkerrood. Het neigt een beetje naar bruin. En deze steentjes ga ik niet met de hotfix tool doen, maar gewoon plakken met lijm. Zo. Zoals je ziet, het heeft twee puntjes van siliconen. En ik sprak Nelly op de beurs en toen zei ze ook van, je kunt het er makkelijk afhalen
Je kunt het een beetje kneden en vormen en er weer opschuiven. En dan is het weer voor gebruik gereed. Er zitten per twee verpakt. En het is niet zo duur, ik meen 2,95. Het zijn er dus twee. Oh nee, 3,75. Niet liegen, Olga. Dit zijn ze. En die gebruik ik dus om de kleine dingetjes op te pakken. Ik ga eerst even mijn doosje dicht doen. Want dit is niet echt een handig... Oh, zie je wel? Dit is niet echt een handig doosje. Nee, het is een beetje stroef met draaien. Maar ik gebruik het niet zo vaak, dus ik maak me er niet zo druk om. Ik zal eventjes de steentjes terug doen. Zo, en dan gaat hij even dicht. Ja, mijn vingers zijn een beetje glad. Zo, ja, nou is die dicht. Ik kan geen kwaad meer. Nou, ik zie dat er nog meer liggen. Nou, die doen we straks wel. Dan neem ik een klein beetje tacky glue. En zo. En die doe ik dus in die oogjes van het uithangbordje. Dan neem ik dus mijn pick-up tool en zet hem er bovenop. Deze moet ik even om. Nou, wacht hier. Pak ik deze. En die zet ik er ook bovenop. Nou, dat moet even drogen. En volgens mij is mijn kaart af. Dus, dit is het geworden. Ik zal nog heel even die steentjes opruimen. Nou, zo. Alles zit er weer goed in. En nou ja, dit is hem dus geworden. De tweede kaart. Net als deze. Ik hoop dat jullie weer een beetje inspiratie hebben gekregen. Zodat je dus ook nog wat oudere malletjes kunt gebruiken. En ik zou zeggen, tot de volgende kaart. Bedankt voor het kijken.